Mensen, sorry voor de plotselinge onderbreking. Mensen zijn geschrokken, ik kreeg mailtjes. Nee, helemaal niet. Nee, dat weet ik nog niet, want we nemen natuurlijk dit eerder op. Maar welkom bij aflevering af van Feed the Distant Crew. Mijn spel sloeg ineens vast, alles viel uit. En het blijkt dus dat, ik moet weer helemaal opnieuw beginnen. Mijn spullen kon, Roby werd ook al een creeper geslagen. Dus zij wou mijn spulletjes redden en ze ook niet gelukt. Dus we gaan beginnen een beetje vanaf het begin, maar ook weer niet. Toch, Gio? Nou, je spullen zijn weg, maar we hebben in ieder geval nog allemaal huizen en alles staan. Dat hebben de creepers niet opgeblazen. Een stukje, maar dat is gefixt. Ja, dat is gemaakt. En Gio, dan ga ik jou vragen, heel lief. Zullen wij in die schuur die we hebben gemaakt, die nieuwe, als je hier nou een portal neerzet, dan wordt dit voor de koeien. Staar. Of de schapen. Of voor de koeien. Ik denk schapen, doe maar schapen. Schapen? Ja. Mag er ook. Ja, hier kan je door. Hier zo. Nou, wat doe jij dan? En Erik is er ook. Hallo Erik. Ja, hallo. En Irma, is die er ook weer? Irma! Irma. Nee, die zit apart met Mario. Ja, die zit apart, ja. Die zit even in de channel. Ik ben nog heel even snel naar mijn huis rennen, want ik was aardappels aan het koken. Aardappels. Ja, die staan op de pannen, puur. Ik vrees dat er een kip is ontsnapt, maar er zitten wel heel veel eitjes hier. Ja, het is weer dat donker. Is mooi. Kijk uit, hè. Heel veel eieren hebben ze gelegd weer. Maar moeten we hier die kippen... Ja, die koeien... Nee, die schapen moesten eruit halen. Ja, die schapen gaan we doen, hè? Oké, ja. Even eten. Hop, 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 hop. Dan moet je de deur daar dicht laten, Roby. Die schuur. Daar komen de... maar we hebben wel meer koeien. Maar ja, die schapen moeten we ook hebben voor knippen. Wat zullen we doen? Die schapen of die koeien? We hebben wel meer koeien, denk ik. Doe maar de koeien daar. Doe maar de koeien. Ja, we doen de koeien daar, ja. Holy shit. Ja, koeien. Lekker, lekker op. Koetjes. Eentje zit echt heel erg in de weg hier. Weg. Ja, deze koe. Doe maar. Moet ik het controleren of het lukt? Ja, ik kom er niet eens meer uit, joh. Die koe staat hier in de weg en ik kan niks openen. Zo, ja. Ja, ik zag hem. Oh, er is een kip meegegaan. Nee! Oh, nog meer kippen. Ja? Ja, maar maakt niet uit. Kippen maakt niet uit, hebben we er genoeg van. Kom, koe. Heb je niet gehoord, hè, Roy, dat ik... ik heb een stek, ik heb 16... Wat heb je? Ik heb 27 eieren. We gaan hier alle koeien plaatsen. Dit is een koetje. Koetje. Ah. Koetje. Yes. Kom, koe. Roy, even uit de weg. Roy, weg. Ja, ik ben al. Even een seintje maken. Er zijn nog twee koeien. Heb je hout nog, Roy? Kan je seins maken toevallig? Ik, wacht heel even. Mama, supreme. La la, oh la la. Alle la, koeien zitten la, hier. La. Ja. Oh shit, shit. Dit waren alle shit, koeien. Yo, do you help? Ze komen hier doorheen. Zo lastig. Zijn er een paar ontsnapt? Ja, nee, ik probeer ze... Nou, wacht maar. Oh, damn. Ja, drie hier zo. Ja, oh, thanks. En die nog? Ja, thank you. Oh, dat is makkelijk, joh, dat ding. Ja, hè? Zo, laten we ze gewoon hierin. Hallo, koetjes. En dan, signs. Thank you, Roby. Ja, welkom. Even kijken hoor. Zo. En nu, wat ga je nu doen? Moet je nog iets apart houden? Of, Nou ja, het liefst nog de schapen, maar dan moeten we even een nieuw hok maken weer. Maar die kippen, ja, het kan. Het liefst de kippen bij elkaar, denk ik. Kippenhok. Oh, heb maar één ei. Ja, ik heb al heel veel eieren, Roy. Maar voordat ik heb er ook 11. Maar voordat we die gaan droppen. Oh, drop die maar hier zo. Ja, is goed. Dan doen we nog niet dat. Want we moeten eerst die schapen filteren, Roy. Dus als we dan heel veel kipjes daar hebben lopen, dan wordt het een beetje moeilijker als we allemaal meer kipjes daar gaan doen. Maar we moeten even een plekje hebben voor de schapen. En misschien is deze schuur wel lang genoeg, hoor. We kunnen dus. Ja, ik wil de schapen toch apart, hoor. Wacht even. Kan je die stal van die koeien niet in twee delen? Ja, dat ga ik doen nu. Kijk, dat dacht ik al. Moment hoor.
Maar dan moet ik al die koeien moeten even, ja, een soort van aan de andere kant komen. Zie je? Als je even een soort scheid. Oh my god, dan, daar was nog een creeper. Oh, eentje. Oh, ze gaan ook over de muur. Shit. Nee. Oh. Dragon is AFK. Oh jee. En waar staat opgeblazen. Ze in het huis? Opgeblazen. Ja, is opgeblazen. Ja, de... Of niet? Ja, een beetje eigen schuld denk ik, jongens. Het is niet anders. Ja, die zijn platen. Wacht even hoor. Doen we eventjes hier nog fences. Maar oh, ze is weer. Zo. Dood. Die maan eerma komen. Ik denk dat we het even overdag moeten maken. Pak even wat ding op. Hier is het helemaal kapot, zie je het? Ja, je was net Brian ook al ontploft. Oké, dan moeten we maar uitkijken. Die creepers kunnen lelijke damage doen. Ja, echt hoor. Echt heel lelijk, ja, ja. Kijk joh, hier is ook allemaal kapot. Ook een stukje van het huis van Gio. Of de jouw huisje. Even kijken, hoe maak je ook weer die fences, jongens? Weet je dat? Ik heb heel veel... Fences, ja, van zulke? Deze bedoel ik? Met die openingetjes. Nee, die niet. Hoe nee. maak je die ook weer? Je moet twee stokjes aan de zijkanten. Ja? Twee boven, twee onder. Oh, voor mij heb ik geen stokjes meer. Nee, ik ben het allemaal kwijt, Roy. En in het midden? Nee, ik ben het allemaal kwijt. Wacht. Ik heb niks. Hoeveel moet je daar hebben? Gewoon twee voor die andere schapenstal. Twee? Oh. Ik ben een beetje depressief. Ja, komt er die stomme kill. Zo zonde. Maar het is niet anders, jongens. Ik snap nu hoe het is om dood te gaan in een game als je heel veel spullen hebt. Dat is echt heel jammer. Oh, Robby zou maken. Kom hier. Hier. Hij brandt. Nee, Emma. Emma! Oh! Echt, lekker ding ook, hè. Loopt er weer tussendoor, hoor. Hier zo, ja, echt, hè. Die komt er weer. Druif. Ja, hier kunnen de schaapjes in, denk ik. Ja, hier de schapen? Ja. Oh, die ook eens even... En dan moeten we kijken, dan ga ik de... Dan wacht ik, dan... ja, lukt dat wel? Oké. Probeer zoveel mogelijk schaapjes te doen. Dan ga ik de eiertjes kapot maken. In het kippenhokje. Oh, er ontsnapt een kippetje. Ja, hier zo. Oh, in het hoekje. Oh, je gaat die doen. Ja, oh, had je veel dirt? Hier zo. Maar hij is ingesloten door kippen. Die moeten we even wegjagen. Nee, nu niet meer. Ja, doen. Ja, ja. Hoppakee. Okay. Nou, heel erg bedankt. Dan gaan we hier de kippetjes planten. Kijken of er daar ook nog kippen zijn, in dat andere hoek. Ja, is goed. Gaan oh, de schaap en de koeien zitten bij elkaar, hè? Huh? Oké. Dat klopt niet. Dat hebben we toch net gefilterd? Maar dat fixen we, dan doen we gewoon even zo, op. Nou, dat komt wel goed. Ik ben naar de kippen. Nou, er heel weinig eieren gaan uitkomen, hoor. Er komen echt heel weinig kippetjes uit, de eieren. Niks, gewoon. Nee, ja, haast niks. Kijk, hoor. Oh, die ontsnapt. Nee, nee, jongens. Oh, blijf nou hier. Ik heb ook geen zaad meer. Nou ja, dus ontsnappen de kipjes. Wat een gezeik, jongens. Ik wil toch maar echt geen boer zijn, hoor. Toch van niet? Nou ja, het is wel leuk, hoor. Maar om al die beesten te onderhouden, ik ben blij dat ze in de hok zitten. En daar heb ik er ook geen last meer van. Dus als ze in de hok zitten, de muil houden, dan heb jij rust. Echt, hè? Dat is wel beest. Maar we hebben wel een mooie boerderij nu, hè? Kijk hoe leuk het eruit ziet al. Nee. We zijn gefilterd. Oh, dankjewel, jongen. Als we Gio niet hadden, dan hadden we ook geen orde. Geen vieze beest. Zullen we dan samen nog heel veel op pad gaan naar beesten, als je wil? Ja, is goed. Oké, kom. Zullen we weer dat... Moet je maar even zeggen waar je ze wil hebben en wat je wil hebben? Oh, iemand heeft het afgesloten en ik heb dus geen goede pickaxe ervoor. Oh. Waar... Wil je koeien, schapen, kippen, varkens? Want dan moet ik even zo'n portal neerzetten. Oh, thanks. Ik zou of even naar koeien gaan zoeken of naar schapen, want die hebben we nog niet zoveel. Schapen, ja kom. Ja, ga ik even een porteltje maken bij de schapen. Zo. Ik denk dat we die enige, dat ene gebied erop gaan. Gio, denk je niet? Waar we kunnen ook de andere kant op, waar we nog niet geweest zijn. Dat is vertrouwelijk. Komt Gio? Ik denk, ik heb het gevoel dat daar achterin de schapenvallei is. Dat is de schapenvallei, hè?
Het is zo, de Sheep Valley. Dat is, hoe heet dat? Ken je dat niet, Robbie? Nee, dat ken ik niet. Heb je nog nooit van gehoord in Minecraft? Nee. En in de Sheep Valley, daar zijn de schapen en die drinken met elkaar in een kleine vijver in het midden. Okay, en daaromheen staan gekleurde bomen van geel en rode bladeren. Maar nu zitten we in het varkenswoud. Zie je het, Gio? Ja, stinkvarkens. Ja, stinkvarkens. Oh, ruiken dat die varkens hier zitten. Echt, hè? Gewoon een strontluchtje, zeg maar. En tot hoe ver werkt die portal eigenlijk? Kan je gewoon echt 800 meter ver lopen en dan... Ja, dat kan. Oh, joh. Ja. Je mag echt niet doodgaan, dan verlies je dat item, Hallo. Joh. Nou, ik was hem al bijna kwijt in de nether. Even kijken, hoor. Bij je korf? Ja, we moeten denk je de trap op, hoor. Als je een bijenkorf kapot maakt, wat gebeurt er dan? Rennen. Dan moet je heel hard wegrennen, want dan komen die bijen, die prikken je. Heb je een schepnet voor nodig? Ja, die bijen komen je prikken, Roy. In je hol. Oh. Ik ga gewoon terug. Schapenhol. Gio, ik ga terug naar die plek waar we eerst die schapen vonden. Ik heb het gevoel dat daar die schapenvallei zit. Dat kan best wel, ja. Er zaten daar heel veel schaapjes. Echt, hè? Oh. Ja, ik hoef nu weer geluk hebben. En dan kunnen we een shear maken. Schaar. Dan gaan en dan we kan Robby lekker scharen. Nou, ja, toch? Nou. Nou, je kan toch gewoon scharen op die beesten? Oké. Okay. Ja. Daar zijn ze weer! Hallo! Hi. Welkom terug. Welkom. Dank u wel. Ja, maar je was AFK, dan ging je dood. Nee, ik ging niet dood. Oh, oké. Okay. Ja, je stond blue op. Nee, ik ging niet dood. Okay. Jawel, je was opgeblazen. Ja, je was opgeblazen. Ja, je was opgeblazen. Hello. Irma wordt ook een schaap. ik word doodgeschoten door een skeleton onder de grond. Echt? Ja. Oh nee. Nee. Kijk waar mijn naam zit. Oh, daar! Je loopt verder weg, ja. Helemaal daar regelen. Wat moet je helemaal daar? Dat is een schapenvallei. Ik heb hem gevonden. Kom. Oké. Okay. Kom eraan. Wat Robby niet geloofde. Even vergeten. Lekker al. Ja, maar echt waar. Ja. Dat is een schapenvallei. Het is prachtig. Ja, je moet het zien. Je moet het zien. Nee. Waar zijn jullie dan? De schapenvallei. Nee, ja, waar is de schapenvallei? Bij de schapen! Grote Smurf! Doe TP aan! Grote Smurf, weet u waar de schapen zijn? Kijk, daar zitten de groene. Oh ja. Mooi, hè? Oh, neem en we kunnen niet TPA, er zitten geen plugins in deze server, Vincent. Oh, kijk dan, kom eens kijken. Oh, Gio, loop eens, kom. Geef jullie coördinaten! Ja. Coördinaten zijn X602, I64 en Z410. 602. Schaap! Jill! Klinkt die kant op hier, man. Schapenvallei. Ja, ik ga er wel op uit, hoor. Ik zei het toch? Hier bovenin op de dingen. Ja. Zijn jullie langs Oranje gebied gekomen? Ja. Schapenvallei. Geef de coördinaten. Ja, maar we zien toch geen schapen. God. Alles in de schaap. Alles in de knoop. Hij komt naar beneden. Schapenvallei, kijk dan. Oh. Ja. Ik heb hem. Ja, nog een beetje schapen. Ja, maar kijk van, hoe mooi. We komen eraan. Dit is het mooiste wat er is, dit gebied. Heel groen en kleur. En nog een schaap. Ja, Gio, we hebben het gevonden. En suikerriet. En heel veel schapen. Ik heb olie gevonden. Ik zei het, Gio. Jullie langs olie gekomen. En een witte bijenkorf? Je hebt een witte bijenkorf. Oké. Okay. Waar? Oh my god, Gio. Hoeveel schapen staan hier? Jullie waren nooit wat 1, ik heb gevonden. 2, 3, 4, 5, 6. Zes schapen. Wat heb je gevonden, Irma? In de schapenvallei. Ik heb een villager dorp gevonden en een hele grote vulkaan. Oh nee, hier inderdaad heel veel olie. Gio, kom, hierheen. Ja, ik heb hier ook heel veel. Oh, ja, maar er bestaat natuurlijk geen schapenvallei, maar het is gewoon toeval. Maar ik weet uit mijn hoofd dat die schapen hier leven. En dit soort gebied wel. Hier nog heel veel. Oh, kijk zoveel. Dit is die cirkel die ik zei! Ja! Dit is die cirkel! Waar ze drinken! Kijk! Ik kan niet meer redden, mijn hoofd er niet! Mijn eten is op! Oh, ik heb nog 10 wortels voor je! Oh, dat is lief van je!
Alsjeblieft. Is het er eentje, Jo? In de struik zit hij vast. Kijk dan. Hij zit echt in die struik vast, Jo. Kom eens kijken. Ha! Waarom is dit nou net geen smid? Oh, nog meer hier. Oh ja, inderdaad. Heel zielig te kijken naar ons, Dio. In de kerk ook geen kisten. Ja, maar die koe die heeft lekker pech. Had hij maar geen koe moeten zijn. Zijn daar kisten? Nee, in de kerk niet. Als het goed is hebben we heel veel schapen dadelijk in de schapenstal. Oh, kijk hoeveel. Oh, echt heel veel hoor. Zo. Hier nog één? Hier is een kist. Oh, er zit niet zoveel in. Damn, Dio, het is echt bizar hoor. Niet zoveel zit erin. Kijk hoe mooi die bloemen ook hier. Ja, Berijn. Ik kom echt niet. Een paar kleine tools. Oh, daar heb je helemaal niks in. Jill, hier, nee, ik heb ze er al uit. Hierboven, Jill. Oh, dit is, daar zitten ze natuurlijk op, hè, die schapen op de berg. Oh, kijk dan. Oh. Dit is trouwens echt een mooi landschap, dit hoor. Dit is heel prachtig. Om hier een huis te bouwen is ook prachtig hier, hoor, in deze omgeving. Oh. Wow, moet je beneden kijken. Holy hier. Shit, what the fuck. Kijk al die schapen. Ja, hier gaan we die naar beneden vallen, hier gaan we dat ook doen. Hier gaan we de map zetten voor de nieuwe waypoint ga ik hier neerzetten. En dan noem ik het nieuwe waypoint en noem ik de vallei. En daar gaan we een nieuw huisje bouwen later. Goed? Heel fijn. Ja. Oh, ja, dit is wel echt prachtig. Mooi hoor, dit. Om hier een huis te bouwen is echt... Dit is echt wel een mooie plek hoor, in de game. Wauw. Zeker weten. Alleen, hoe moeten we onze spullen daarin krijgen? Lekker allemaal naar niet, want we blijven met daar. De portal. Maar we doen gewoon een tweede dan zet ik hier een portal neer en dan daar. En als we dan gaan verhuizen, dan kunnen we allemaal door de portal. Nee, we gaan toch niet, we blijven gewoon twee huizen doen we dan gewoon. Oh, twee huizen kan ook. Ja, toch? We hoeven toch niet anders, maar alles verhuizen. We kunnen weten hier wat opbouwen ook weer. En dan, oké, maar dan moeten we altijd de portal staan. Jo, mag ik door de portal? Kan ik zo meteen afsluiten? Ja, achter je. Ik ben nu een heel... Nee, ik ben nu heel ver de map aan het inlopen. De winkel is dicht. Die vallei moet je zien, joh. Die is echt mooi. Roby, ik ben op mijn plek geweest. Echt waar, als je dat ziet. Oh, gos. Ja, maar ik wij was kunnen bijna daar... te weefs. We kunnen daar wel helemaal naartoe lopen, hè. Het maar... is heel kort bij. Het is hier vanaf 500 meter maar. 530 meter. Ja, 530, ja. Nou, ik zie jullie ook helemaal niet op mijn kaartje. Ik kan jullie niet vinden. Nou, ik ga weer terug naar onze basis, want ja, ik ben er ook helemaal. Weer. Ja, ik ga ook naar huis Ik ben toe. Ook weer bij de basis, hier, kijk. Want heb je gezien, Emma? Ik heb ons huis gekoppeld aan elkaar. Mm-hmm. Aan elkaar gekoppelstoond. Gekoppelstoond nog wel, ja. En dat is letterlijk. Ja, echt, hè? En de kiphok? Is het kiphok? Irma's kiphok. Wauw, echt een mega vulkaan. Daar wil ik ooit een keertje in wonen. Ja, echt die vallei moet je zien, Irma. Ik zal je dadelijk al... In de volgende aflevering krijg je 100% beloofd dat ik jou er naartoe laat gaan. Ja. Dat je dat kan zien. Oh ja. Zo. Alles in de Irma. Alles in de Irma knoop. Geloof niks van. Alles in de knoop, jongens. Jongens, er zit echt een... Oh, er zit een... Oh nee, ik laat hem eruit. Ik vind het zielig. Kom maar, kippetje. Ik weet niet... Waar ik naartoe moet, waar is huis? Ik ben huisjakkoe. Kun je eigen koken ook in de game of niet? Nee, dat is joh. Niet nodig voor. Nee. Je kan er wel taarten mee maken. Oké, okay, cool. Taarten. Ik heb slime. Ik heb 9 slime. Hallo. Met taarten kun je meerdere keren van eten. Ik heb knoetsjeren. Kan je ze met elkaar laten wiepen? Ja, knoetje. Knoeten. Knoetje. Knoetje. Roy knoetsen. Ik heb weer ingespant. Oh, er zitten skeleton. Heel veel schapen even. Echt niet normaal. Ik zei toch, schapenvallei is voor jou en voor mij. Oh, dat heb ik je nog niet horen zeggen. Nee, maar nu wel. Oké. Nee, dan weet jongens, ik op de een of andere manier vind ik het... Ja. Nou jongens, op de een of andere manier voordat we afsluiten wil ik even zeggen tegen de mensen van... We hebben weer een soort nieuw doel. Ik bedoel, we hebben nu een hele boerderij gebouwd hier. En dat in 8 afleveringen, maar wel van een half uur. Dus het is eigenlijk nog langer dan seizoen 1 eigenlijk tot nu toe. Maar wat ik wel wil zeggen is dat het heel vet is. Omdat we nu die vallei hebben gevonden. Dat we daar naartoe kunnen werken. Dat we daar ook wat heel vets gaan maken. Dus zeker weten gaan we dat doen. Ik zou zeggen, bedankt iedereen voor het meespelen. Irma, Erik, Rika, Gio, Brian en Roby. En dan zie ik je de volgende keer terug in een nieuwe Vita Disney Crew aflevering 9 uit mijn hoofd. Yep. Oké, doei mensen!
Ja, ik ben aan het zwaaien, maar dat zien jullie niet. Waar zijn jullie? Geschreeuw altijd weer. Altijd toch geblaar. Altijd. Oké, ik ga heel even plassen en dan is het vergadering tijd, denk ik. Ja, klopt.